Scheveningen deed het vorig seizoen voor het derde jaar op rij uitstekend in de topklasse. Het speelde weliswaar niet mee voor de prijzen, maar stond met een negende plek ver boven de degradatiestreep. Dit seizoen hoopt de ploeg van John Blok op meer dan een negende plek. Ja, ja, iedereen heeft er commentaar op, maar uiteindelijk wil je er toch allemaal bij horen. Hè? Zeker sportief gezien. Ja, er zijn nogal wat clubs die daarvoor in aanmerking komen natuurlijk. Hoe leeft dat binnen jullie vereniging? Ja, natuurlijk willen wij ook. Hè? Die ambitie moet je zeker hebben. Hè? Maar als je reëel bent en we hebben ons in 3 jaar tijd niet bij de eerste 7 kunnen spelen. Ja, zullen we echt een topprestatie moeten leveren om daar wel bij te horen. Hè? Er zijn nogal wat clubs die zich ook flink hebben versterkt. Ja, dan zal dat heel lastig worden. Maar de ambitie moet je zeker hebben. Dit zijn de nieuwe spelers van Scheveningen. Erwin Friebel, Kevin Gomez Nieto, Mark Jacobs, Peter Jungsleker, Barry Roch en Juat El Karicha. Een streep door de rekening voor Scheveningen is het vertrek van aanvaller Thomas Verheid. Scheveningen pikte hem op bij IJsselmeervogels, maar raakte hem vervolgens weer kwijt aan profclub MVV. Nou, het is wel vervelend natuurlijk, want je rekent erop dat je Verheid aan boord hebt. Dat je meer mogelijkheden geeft om anders te kunnen spelen. Maar op het moment dat zoiets gaat spelen, moet je daar gewoon voor afsluiten. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. We gunnen Thomas ook van harte. Maar dat betekent dat wij verder moeten en ons richten op het begin van de competitie. En ja, dan reken je niet meer op Verheid. Nu wordt er van jou, denk ik, als voormalig betaald voetballer, wordt er wel wat van jou verwacht. Wat is jouw persoonlijk doel bij Scheveningen? Nou, de top 7 en mezelf ontwikkelen en met de groep ontwikkelen en zo goed mogelijk voor de dag komen elke week. Ook Scheveningen kent een wisselvallige voorbereiding. Ze won het ruim van RKAVV en ging het onderuit tegen zondag hoofdklasser Kwik. En in de eerste oefenwedstrijd verloor het van ADO Den Haag. Het begin van de competitie is ook niet precies het eikpunt. Hè. Dat loopt meestal een klein beetje de competitie in, ook conditioneel gezien. Ja, alleen we zullen wel moeten zorgen dat we goed starten. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen doen. Ja, dat geeft je toch gelijk wat lucht. Het programma van Scheveningen begint thuis tegen Capelle. Dan op bezoek bij Spakenburg. Dan komt FC Lisse naar Scheveningen. Op 12 september Barendrecht uit. En op 19 september Scheveningen tegen Katwijk.